Zo'n 175 gasten van de VZW Kleine Prins waren uitgenodigd om de match KRC Genk-Kortrijk bij te wonen in de Forza Corner. We zijn hier vanavond in de Forza Corner te gast met VZW Kleine Prins. De Forza Corner is het initiatief van KRC Genk om de kracht van het voetbal ook buiten het stadion te brengen. De passie, de beleving, de veerkracht rond het voetbalgebeuren. En VZW Kleine Prins is een VZW die zich richt op gezinnen waar dat situaties van kinderkanker of andere levensbedreigende ziektes zich voordoen. Kleine Prins werkt in essentie op drie niveaus. Wij gaan ons richten op het gezin, dus een begeleiding van het gezin. Dus niet alleen het zieke kind, maar eigenlijk de hele gezinsdynamiek die toch wel erg onder druk komt te staan door zo'n ervaring, zo'n belevenis. Het tweede niveau is eigenlijk ook dat wij, wanneer dat nodig is, wanneer dat de draagkracht van het gezin financieel in de problemen komt, dat wij ook gaan tussenkomen voor de medische kosten van het kind. En een derde niveau is dat wij activiteiten organiseren waar dat we al die gezinnen samen brengen in fijne omstandigheden om al die kinderen bij elkaar te brengen, maar ook die ouders en de broertjes en de zusjes en alle leden van de familie die belangrijk zijn voor dat specifieke gezin, om die samen te brengen. En dan zie je eigenlijk hele mooie verbintenissen, verbindingen ontstaan. En de match op KRC Genk is eigenlijk een van de voorbeelden van de activiteiten die we op jaarbasis organiseren, waar dat we die gezinnen samenbrengen. En ik hoop dat je straks wat beelden gaat schieten van de beleving tijdens de match. Dat is echt fantastisch. Dat is, die kinderen kijken daar weken naar uit, die ouders ook. Dit is echt een van de hoogtepunten voor hen van het jaar. En die perfect ook illustreert wat wij bedoelen met de Forza Corner met Genk. De passie van het voetbal, de beleving van het voetbal buiten het stadion brengen naar mensen die misschien niet zo direct elke week in het stadion zijn. Het is trouwens 3-4 jaar geleden, met de eerste keer dat we dat georganiseerd hebben met Kleine Prins, dankzij KRC Genk, is eigenlijk het idee ontstaan om die Forza Corner te organiseren. Vandaag hebben we ook een heel speciale gast, dat is dokter Van de Kasseien. Dokter Van de Kasseien is iemand die is een van de eerste kinderartsen in het Genkse, die heel veel van de kinderen die begeleid zijn door Kleine Prins gediagnosticeerd heeft en begeleid heeft in hun genezingsproces. En dokter Van de Kasseien gaat op pensioen na 40 jaar dienst, heb ik begrepen. Dus we zijn heel trots en heel blij dat we samen met KRC Genk en Kleine Prins een heel mooi pensioensfeest kunnen organiseren voor dokter Van de Kasseien. Na de eerste helft was er nog een uitgebreid dessertbuffet waar iedereen graag bij aanschoof. Hallo.